Goedemorgen, het is zaterdag 23 januari en we zijn terug met Rashid Spierkans, Kul Aaj or Kul. Aan het begin van de uitzending had ik u aangegeven dat Rashid Spierkans, Kul Aaj or Kul ook te zien is live vanuit Alpha TV, kanaal 5.2. Maar het is niet helemaal juist, want het is voor de woensdag. Dus aanstaande woensdag kunt u inschakelen op kanaal 5.2. Maar op de zaterdag, dus vandaag, zijn we live te zien op RBN TV. En dat is op kanaal 5.1. Welkom terug, we gaan het weer oppakken en zoals ik aan het begin zei, we gaan het vandaag samen doen en er een hele fijne uitzending van maken waar we beide van kunnen genieten. Laat me hiermee beginnen op het gebied van olie. Zoals u weet, Total en Apache die hebben 4 oliefondsen op een rij gedaan in Suriname. Dat ziet er in elk geval op dat gebied voor ons heel erg goed uit. Het is in elk geval een lichtpunt voor Suriname. En die maatschappijen hebben aangekondigd de laatste ontdekking in Kiskissi East 1. En ze hebben met succes dus die olie kunnen vinden in die putten. Wat interessant is om te weten, is dat we vaak denken of vaak is er de illusie dat we alleen op een eiland zitten. Maar dat is helemaal niet zo. Er wordt internationaal naar Suriname gekeken. En er is deze week een heel interessant artikel over Suriname verschenen in de New York Times onder de kop Suriname could be the latest big oil find as industry cuts costs. Dus ze zeggen eigenlijk dat Suriname echt grote potentie heeft voor wat de olieontdekkingen betreft, terwijl eigenlijk die industrie een beetje aan het langzaam maar zeker aan het slinken is. En wat in dit artikel is omschreven is eigenlijk de situatie van Suriname op het gebied van olie, maar tegelijkertijd ook het heel politiek klimaat. Ze hebben daarbij eerst belegd hoe het zit in Guyana. Guyana was een hele poos echt een hotspot voor wat de drillingzone betreft. Maar zeggen ze, de schijnwerpers gaan nu ook naar buurland Suriname. En alhoewel het namelijk zo is dat gezien climate change en andere alternatieve energieopwekkingen die er zijn. Alhoewel dat een feit is dat langzaam maar zeker je ziet dat die industrie een beetje gaat slinken echt over lang termijn. Maar dat belemmert investeerders niet om te kijken naar Suriname. En de reden waarom het voor investeerders op het gebied van die oliesector nog interessant blijft voor Suriname, zeggen ze, is omdat de afdrachten die er moeten worden gemaakt van die oliemaatschappijen aan de staat Suriname is heel erg interessant omdat het veel minder is dan andere landen in Latijns-Amerika, waaronder Brazilië, Mexico en Bolivia. En zeggen ze ook dat die overeenkomst die we bieden van 30 jaar production sharing agreement die Suriname biedt, is nog 10 jaar langer dat wordt geboden in andere Latijns-Amerikaanse landen. En een diplomaat tijdens regering Obama, die heeft gezegd, letterlijk, Suriname could be big. En dat is in elk geval wel heel erg positief. Er zijn verschillende onsuccesvolle exploraties geweest naar olie in de periode 1950 tot 2014. Maar nu staan we hier waarbij we toch met succes die olie hebben kunnen vinden. Wat interessant is in het artikel, en daarom zeg ik, ik noem dat zo, omdat we niet moeten denken dat de wereld niet naar ons kijkt. Tegelijkertijd waarbij eigenlijk de positieve ontwikkelingen worden belicht, komen ze dan ook op het stukje politiek, waarbij ze dan helemaal omschrijven dat Suriname recentelijk heeft gehad regering Bouterse, waarbij het volk gekozen heeft voor een politieke leider die veroordeeld is wegens medeplichtigheid aan moord. Dat hij veroordeeld is voor een gevangenisstraf van 20 jaar, maar nog niet ingesloten is. Dat allemaal wordt gewoon uitgerafeld en dat wordt aangegeven dat er een nieuwe president is die is aangetreden. En indien hij de juiste beleidsbeslissingen neemt, dat eigenlijk een keerpunt kan betekenen voor Suriname. Dus de wereld
kijkt naar ons. We zijn niet alleen op een eiland. Er wordt op ons gelet. Er is zelfs ook aangehaald dat we met IMF bezig zijn en wat de vooruitzichten zijn van het IMF naar Suriname toe. Dus we zijn interessant op dit gebied in elk geval wat de olie betreft. Maar, en het is een grote maar, wij moeten ons absoluut niet verkijken op die olie die is gevonden en in een hele hoera stemming zijn. Want in de eerste plaats zullen de eerste producties plaatsvinden over ongeveer 5 jaar. Moeten we daarvan uitgaan. En het enkel feit dat die fondsen gedaan zijn, betekent nog niet automatisch dat Suriname daar welvarend van zal worden op termijn. Want als niet de juiste beslissingen worden genomen, gaan we precies in diezelfde vicieuze cirkel blijven. En dat is nou juist wat we gaan moeten doorbreken. We hebben genoeg voorbeelden van landen die zoveel natuurlijke hulpbronnen hebben, maar het volk, die mensen pinaren, omdat er niet op een goede manier wordt gedaan aan bestuur en beleid door het land. Dus wij zijn verantwoordelijk om goed om te gaan met de zegeningen die wij hebben. En om de juiste leiders te kiezen en de leiders die er zijn, dat die ook juiste beleidsmaatregelen treffen. Maar goed, de wereld kijkt naar ons. We gooien de lijnen open. U kunt bellen op het nummer 532037. U kunt opmerkingen maken, u kunt uw vragen stellen, u kunt uw zegje doen, maar u weet, er zijn rules en regulations, want we willen graag law and order in het programma blijven behouden, zodat alles richtig verloopt. En probeert u ook u zoveel als mogelijk te beperken tot 1 onderwerp, zodat andere bellers ook de gelegenheid hebben om in de uitzending te komen. Nou, een ander ding is dat we gezien hebben dat het finaal concept van het NRA af is. Dat is National Risk Assessment. Het concept is af. En op de vraag of er veel actie moet worden ondernomen door Suriname, daar heeft mevrouw Van Dijk Silas, die dus die voorzit bij het NRA, aangegeven dat Suriname heel erg veel te doen heeft. De Financial Action Task Force, de FATF, die is dus eigenlijk belast met het tot stand brengen hiervan. En de Financial Action Task Force, die is opgericht in 1989. En de bedoeling is van deze organisatie om te komen tot internationale normen en standaarden waaraan de landen zich gaan moeten houden om de strijd aan te gaan tegen onder andere money laundering, terrorismefinanciering. En daarvoor zijn er een aantal zaken die in place gebracht moeten worden door die landen. En er zijn een aantal recommendations die dus gedaan zijn, een aantal aanbevelingen waar men zich aan moet houden. En een van de zaken is van de Financial Action Task Force, waarop die landen gaan moeten letten, is, ze noemen het transparency and beneficial ownership. Dat houdt in dat die landen ervoor moeten zorgen dat de verschillende entiteiten en rechtspersonen die er zijn, dat daar geen misbruik van wordt gemaakt. Rinkelt een bel, de stichtingen. In Suriname zijn er zoveel stichtingen, ongeveer een beraming gemaakt van ongeveer 30.000 op zo'n kleine bevolking aan stichtingen. En dan is het de vraag, wie zit achter deze stichtingen? Waarbij je merkt dat het doel van de stichtingen, waarvoor de wet op stichtingen er is, dat het doel vaak genoeg wordt misbruikt. En hoe gaat dat in de praktijk eraan toe? Men gebruikt die stichting eigenlijk om hun vermogen daaronder te plaatsen, waardoor degene die dat daadwerkelijk vermogen bezit, uit beeld blijft. Laat me u een voorbeeld noemen. Stelt u zich nou eens voor dat u een onderneming een deal sluit met een persoon. Ik noem het even voor het gemak met Johnny.
En die onderneming denkt, ik zie dat ik merk, we weten, Johnny is rijk, Johnny Nawangudumang, hij is rijk. Dus ook al zou hij die deal niet naleven, ik zou gewoon beslag kunnen leggen op zijn vermogen om het geld terug te halen. Nu, wanneer Johnny Man die deal niet naleeft, en men nu wil gaan kijken van oké, wat zijn de vermogensobjecten op naam van Johnny? Dan komt men tot de ontdekking dat Johnny niks op zijn naam heeft. En hij eigenlijk op zijn naam een kale kip is van wie je geen veren kan plukken. En dat is wat er vaak gebeurt, waarbij mensen hun vermogen eigenlijk wegstopt onder andere stichtingen, zodat zij uit beeld blijven. En dat noemen ze dus de beneficial ownership van legal persons. En dat zijn één van de dingen, ik heb u maar één genoemd, waar Suriname aan gaat moeten werken. De Surinaamse gemeenschap heeft er behoefte aan om hun privévermogen gescheiden te houden. En dan moeten we dan gewoon entiteiten in het leven gaan roepen wat het mogelijk maakt dat men dat gaat doen. Maar wat niet goed is, is dat rechtspersonen, zoals onder andere de stichtingen, hiervoor heel vaak worden misbruikt. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Ja, goedemorgen, mevrouw Sarina. Welkom in onze huiskamer. Ja, u presenteert het programma Tel Ader Tel Alleen, alsof u jaren dit al gedaan hebt. Dus mijn complimenten ook. Ja, en maar ik wil mijn leerlingen Malika Pier kan feliciteren. Ja, alsnog feliciteren, want zij is woensdag jongstleden jaren geweest. En zij is mijn leerlingen geweest ook. Ja, zij is mijn leerlingen. En niet alleen zij, haar zus en Breen en broer verdient Pier kan. Dus ik wil hun allen feliciteren. In het bijzonder Malika Pier kan met haar verjaardag. Dank u wel. Nou, heel hartelijk bedankt. Malika, dat is een van de dochters van Farid. Gefeliciteerd, nu alsnog. Ook namens je vorige leerkracht. Dat is echt super. Het is heel erg fijn wanneer je merkt dat leerkrachten toch nog, eigenlijk toch op deze manier, zij het indirect omzien naar de leerlingen die zij hebben gehad. Ik heb zelf een keer ook meegemaakt dat ik was in een winkel en een mevrouw zei me dat ze mijn leerkracht was geweest op de peuterschool. Ik dacht zo, dat is echt een goede herinnering, maar het is het goede werk wat onze leerkrachten verrichten. Dus hartelijk bedankt. Ik kan u nu al zeggen dat de vrouw van Farid Pierkan, dat is Audrey Pierkan, woensdag aanstaande jarig is. Maar woensdag hebben we dan onze uitzending en dan gaan we er op woensdag zelf feliciteren. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Ja, goedemorgen, mevrouw Esset. Ik spreek tot broeder Willy. Goedemorgen. Ja. Als ik eigenlijk kan wat van onze financiële situatie, ja, kan zeggen, is het dit. Het geld moet eigenlijk gehaald worden. Waar het is. Want als u zich eigenlijk deze uitspraak kan herinneren, over die 19,5 miljoen euro, toen er gezegd werd dat het bedrag eigenlijk, is alsof een pakje sigaret. Ja, de uitspraak, als u zich die uitspraak kan herinneren, ja, dat van Tralala, ja, waar er gezegd werd, ik beschouw dit bedrag als een pakje sigaret. Ja, dat is er bij die persoon. Ja, heel veel geld. Te zoeken. Hè? En ook te vinden. Daar moet men het geld gaan halen. Daar is het. Maar we worden dagelijks opgescheept met hoge prijzen in de supermarkt. Men probeert alles aan te zoeken eigenlijk
om het hoofd boven water te houden. Maar men zegt, men stelt regels, men komt met government take en allerlei toestanden, verhoging, brandstofprijs. Maar daar worden we ook genept. We krijgen niet eigenlijk het aantal liter benzine waarvoor we betalen. Dat heb ik al ook gecheckt. Als je 4 liter zou tanken, dan krijg je maar 3,5 liter. Dat heb ik eigenlijk door middel van een maakglas gemeten. Dus ik weet waarover ik praat. Daar worden we ook bestolen. Men moet die pompen checken. Ja. En eiken dat het bedrag wat er voor gevraagd wordt, dat je ook het aantal liter benzine snapt, daarvoor krijgt. Dat wilde ik doorgeven. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, inderdaad. We zitten in die financiële crisis. Er zijn verschillende maatregelen getroffen. Waaronder de government take het geld voor de benzine. De overheid gaat die verantwoording moeten afleggen over wat gaat er nu gebeuren op lang termijn. En nader hoe het crisisherstelplan eruit ziet. Men is al begonnen om die inlichtingen te geven. Maar dat zal nader op gang moeten worden gebracht om duidelijk te communiceren met het volk. Precies wat er gaat gebeuren. Suriname is geschokt geworden door het heel tragisch geval, het incident van onze Sherily van 8 jaar, die op tragische wijze eigenlijk vermoord geworden is door haar vader, die daarna ook zijn leven in eigen handen genomen heeft. De condolences aan de familie, met name de moeder, de directe nabestaanden. We zijn met z'n allen geschokt. Dus nogmaals ook de condolences van deze kant uit. Het is vreselijk wat er gebeurt. Het is eigenlijk een moment om bij stil te staan wat we moeten doen dat dit zich niet herhaalt. En dat brengt ons eigenlijk naar het punt van hoe kan het in bepaalde gevallen zo ver komen? En hoe staat het met de bescherming van de kinderrechten? We zien dat Suriname in 1993 het internationaal verdrag voor de rechten van het kind heeft geratificeerd. En een van de bepalingen van dit verdrag legt op Suriname de plicht om ervoor te zorgen dat er geen sprake moet zijn van geweld tegen kinderen. Wanneer we kijken naar wat zich sindsdien heeft voltrokken, er zijn verschillende studies gedaan over hoe dat zit in Suriname met de rechten van het kind. En een van de studies die heeft uitgewezen dat 1 op de 6 kinderen te maken heeft met seksueel molest. En dat ongeveer 74% van de kinderen geestelijke mishandeling ervaart, zij het thuis, zij het op de scholen. De cijfers zijn erg hoog en het is heel erg zorgwekkend. In de eerste plaats, of ik zie hier ook dat 50% van kinderen betrokken zijn geweest bij huiselijk geweld. De cijfers die liegen er niet om. We gaan het met z'n allen beter moeten doen. Ik ga nu de bellen de gelegenheid geven en dan ga ik hierop wel terugkomen, omdat dit een heel belangrijk aspect is over hoe wij ervoor moeten zorgen dat onze kinderen toch die bescherming krijgen die zij genieten. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Ja, goedemorgen mevrouw. Wat een tijd. Maar ja, ik heb gebeld. Komt dat kijken. Asan voor Atimboto, hè? We moeten dat ding ook op zijn Surinaams bekijken. Amang moet uit een cultuur per respect idee. Wangraman. Ano wangman san ego taxa wani. Toch? Dus mijn brieven kan voor te vergeten traditie. Want traditioneel, daar hebben we een boskop voor schiedens, man. Dat is dat hebben we vier. Maar ano doe dat. Maar dat is maar ko harene je.
Hoe zorg je dat? Ik ga buiten uno waarde en normen. Want ik wil doen je egis aan een kiesje. En dat is het verschil. Nanga den overige man zijn potenschrijven in politiek. Want de vergietzaam betekent iemand vertegenwoordiger, ambassadeur zijn van iets, toch? En daarom ik mis en niet dat eigenlijk als dan moest dat decentralisatie bakken. Want als er drie personen gekozen zijn voor Brokopondo, dan dienen die drie Brokopondo te vertegenwoordigen in een nationaal optiek. Hè? Dus, want ik bekijk het zo. Brokopondo is een boom, Kudu district. Zij kiest. Dit is een cultuur en een historie voor dat. Dan komt dat naar Smaatang. Om een honderden jaren, meer dan 300 jaar bij elkaar en zelfvoorzienende man dan al die eeuwen. Ja? Dus het is een zelfstandige gemeenschap, zet hem op met hun normen en waarden. Ja? En dan trouwt elkaar voor dat studeer. Ja? Applaus wel eens, applaus natuurlijk, maar dat is niet oké. Dus maar feitelijk wat ze hiermee gedemonstreerd hebben, dat kan zetel aan of je samen met je. Naar mijn potje, je naar mijn rokoman. Ja? En ik wil verder gaan, ik vind dat de zetel zelf behoort aan de partij. U had het zo net over de stikken. Maar de verenigingen ook, want een partij is een kiesvereniging. Hè? En dus is een rechtspersoon bezittende organisatie. Als de uitslag van de verkiezing komt, dat je zoveel zetels hebt gehaald, is het de rechtspersoon die dus daar aanspraak op maakt. Dus feitelijk, een harmonie van zetel, moest gestort in een partijkast. Van daaruit de huishoudelijk inkozet nu van een organisatie of voor student, maar de Oostengolekie de vertegenwoordiger. Want dat is het mooi zijn dat niet voor die ambassadeur Auerland. Dat omdat niet voor die ambassadeur Auerland, dat is het allemaal niet dat je komt binnen in die zakadappe. Het is een poevoel zijn. Mijn vriend, dat moeten we weer onder de loep nemen. Zeg, aan wie behoort de zetel toe? Aan de kiezers of aan degene die de partij aangewezen heeft? Toch? Wat dan naar bestuur is dat daarbij? Daar komt volgens dus in mijn gevoel, komt daar niet de kiezerswil te uitdrukken. Toch? Dat na een partij, en Luko in Suriname, de bestuurders voor de partijen, en vergiet die op een gegeven moment dat de potentie in een dienende taak. En dat alle niveaus zijn politiek, dat de men vergiet die zijn job. Want als je wetten willen maken, wat is dan voor Akin Boto? Als de smaak komt op zo'n volksvertegenwoordigers, dan mis je niet dat een volksvertegenwoordiging moest gebeuren over voor pas een wet aan, dat de smaak een fiery. Dat je dan moest komen dat een man de gekozen aan een moppel aan kop pakken naar de kiezers, met ding leg je uit en leg je uit, zang de one adu. Want aan de benkaring naar een potentieel. Dus u bent jurist. Ik hoop dat ik u genoeg stof heb gegeven. Mm-hmm. Voor een andere ding, ook van die lening, zeg ik, ik vind dat ik wil lukken $275 miljoen. Dat ik die $10 die dat 14 zoveel zuurnaam. Maar ik ben druk aan money toe. Want alle toezien je wel bij me. Dus ik ben druk aan money voor dat Nationaal Ontwikkelingsplan. Die konden we wel wat plan. Toch? Dan als er dan volk ben je aan het doen is aan privé en vooral voor een overtollige ambtenaar apparaat dan de man bij de kaffee is dat je om je op wat de Lenina Nationaal Ontwikkelingsbank de heer Pijenbakker dat u kan bij goed zijn van hem want als dat zou is aan mij goed die kan goed toe hij is dala maar op het eind ik heb ook een bakker dat ik er aan hem moet dus voor zij de une bij vooral de timtima une takie de big bedrijfete. Maar de gewoon mensen het die kabel, dat komt ons voor de onder controle. Zodat ook bij een goed te bakken naar een SRD. En dat ik bij een SRD, dat is een waarde vaststaan. Daarmee bedoel dat ik kan bouwen in monetair reserve op aan goud. Want volgens mij, naar monetair goud, het dekken je money. En prettige huizen en verder. Oké, dank u wel. Ja. Ja, met dat kabeler is grantangi ook toe dat teken ting voor delen naar een uno in chi.
En Abelard is stak duidelijk van ja, er zijn ook voor wat betreft zeker het binnenland zijn de traditionele zaken die in acht moeten worden genomen. Kwestie akimboto wederom, dat kan de amman vergeten in traditie. Kijk, wat wij wel moeten stellen, uno no sabi soort meeting hori na nga soort meeting no hori en wat allemaal vooraf is gegaan aan het besluit dat meneer Akimboto eerst heeft genomen. Kan de meneer Akimboto moest ko leg uit moren fini precies san binnen de stappen die abo wandel. Was hij eerst teruggegaan naar zijn achterbaan of niet? Ik weet het niet. Dus mino kan taki wat mino sabi. Sa'a do precies. If a consulteer a achterbaan vind van tevoren of niet. Ik weet het niet. Dus meneer Akimboto moest ko leg asan dat uit. Moren fini. Maar het andere punt wat de beller heeft aangehaald over de zetel. Van wie is de zetel enzovoorts. We hebben een heleboel van dit soort toestanden gehad in onze politieke geschiedenis. U bent bekend met het fenomeen helaas, met allerlei overlooptoestanden en verraad. Het laatste geval wat we nog gehad hebben is dat van Sapoen en Chitan, waarbij we hebben gezien dat door de PL een beroep was gedaan op de terugroepwet en uiteindelijk heeft het Hof van Justitie in die case, er zijn verschillende rechtszaken gevoerd in die case, en uiteindelijk hebben we gezien dat het Hof van Justitie een beslissing heeft genomen eigenlijk de leden teruggeroepen zijn geworden. En naar mijn mening tot gevolg beëindiging van het lidmaatschap. Dus we hebben al die toestanden hebben we al gehad. Wat ik wel moet zeggen is dat de twee laatste dat we hebben gezien, meneer Misikaba, die ook zijn lidmaatschap beëindigd heeft meteen netjes gezegd, ik ga niet vechten om die zetel, de zetel terug naar de partij. Meneer Akimboto had dat toen hij zijn had bekendgemaakt dat hij stapt uit de politiek, ook dat netjes kenbaar gemaakt. En ik vind dat hoort zo, want uiteindelijk gaat die partij de verkiezing in. Maar goed, we hebben al die toestanden gezien. We hebben ook gezien wanneer mensen op een onjuiste manier ermee omgaan. Je dan krijgt die trias politica in werking, waarbij de partij altijd de gelegenheid heeft om de zaak voor te leggen bij de rechterlijke macht. Wat wel jammer is dat zaken zo lang duren, want in de case van Sapoen en Chitan was het kort voor de verkiezing dat er een vonnis is gekomen in die zaak. Dus Ushi Alanesanikba, en ik ben het eens met de beller dat zeker voor wat betreft de politieke leiders, dat we ons ervan bewust moeten zijn dat we dienstbaar zijn aan het volk toe. En eigenlijk al die toestanden met de zeteldiscussies, wat niet aan de orde is in het geval van meneer Akimboto, dat was niet aan de orde, ook niet bij Misikaba, maar we hebben het wel gezien bij dus de andere partij. Al dat soort toestanden we achterwege moeten laten. Maar goed, we gaan dan verder, terugkomend op de bescherming van onze kinderen. Het is zo belangrijk, het klinkt cliché, maar ze zijn echt de toekomst. Ze zijn de generatie die na ons volgen, dus we moeten ervoor zorgen dat we een goed fundament leggen voor ze. En wanneer we kijken naar de cijfers over hoeveel kinderen te maken hebben met geweld, op verschillende manieren zijn het veel van onze kinderen. En er zijn ook verschillende factoren die hier aan bijdragen, waaronder sociaal-economische factoren. Waarbij je bijvoorbeeld denkt aan het feit dat wanneer een moeder, en er zijn zoveel alleenstaande moeders die hard hun best doen om ervoor te zorgen dat de kinderen brood hebben op tafel om te eten. Maar wanneer ze 2 à 3 banen moeten werken, is het dan vaak de vraag, waar laten we dan onze kinderen? Moeders die vaak geen keuze hebben om de kinderen misschien soms ergens te laten waar ze het liever niet zouden willen, maar omdat ze dat geld niet hebben om te betalen voor goede oppassen, eigenlijk die keuze niet hebben. Dus je ziet dat die economische situatie ook enorme gevolgen heeft op het gezinsleven. Wat ook heel erg zorgwekkend is, is huisvesting. De consequenties van slechte huisvesting, wanneer mensen niet op een behoorlijke manier kunnen komen aan een onderdak, wat nu in Suriname het geval is. Als je een huis wilt huren, daar praten we niet eens over kopen. Het is bijna onbetaalbaar. Want de meeste woningen zijn in valuta's geprijsd. Tegen die koers
die tegen de dagkoers bijna onbetaalbaar. En dan wat gebeurt er? Dan zie je dat heel veel mensen blijven in één huis. Het is in Suriname eigenlijk normaal dat de jeugd rond hun 30ste zelfstandig gaat wonen. Maar eigenlijk zou het abnormaal moeten zijn. Het is geen gezonde situatie. Want wat je dan krijgt, is dat zij dan hebben een partner, dan hebben ze kinderen, maar in datzelfde huis woont neef en nicht en zus en tante die ook met hun vriend komt. En wat dat dan creëert is een broedplaats voor allerlei toestanden om plaats te vinden. Met betrekking tot onze kinderen, dan denken we aan zedendelicten, we denken dan aan incest, verkrachtingen, noem maar op. En daarom is het zo belangrijk dat wij met z'n allen gaan werken aan die economische situatie. Maar dat is de regering die daar het voortouw in neemt en die de harde beslissingen gaat moeten nemen. Want als je dat niet oplost, zijn de gevolgen voor de verschillende huishoudens, voor onze gezinnen, zijn enorm. En dat maakt het dan tegelijkertijd ook moeilijk voor de regering om na te kunnen leven de verschillende verdragen die wij hebben geratificeerd, waaronder het kinderrechtenverdrag. Dus de consequenties die zijn op verschillende niveaus en zolang dat niet is opgelost gaan ze daar blijven. Dus wij hopen dat we spoedig ernaar kunnen uitkijken het moment dat wij een beetje uit die crisis komen. Maar u kunt nog steeds bellen op 532037 en dan kunt u uw bijdrage leveren en we doen het gewoon samen in de uitzending. Nou, we hebben weer een ander geval gezien. Een van de bellers, realiseer ik me nu, die heeft het gehad erover dat we het geld moeten gaan halen waar het is. En daarmee doelt hij dus op corruptie. Waarbij we weten dat een heleboel geld middels corruptie gestolen wordt. En we hebben onlangs gezien ook in de krantenartikel dat meneer Hasrat een pick-up zou hebben gekocht voor 15.000 zoveel SRD. Het is omgerekend nog geen 1.000 US, terwijl in de praktijk het wordt verkocht voor ongeveer 20.000 US. En nu wil ik dan niet praten per se over meneer Hasrat, maar ik wil wel praten over corruptie in zijn algemeenheid. Maar voordat we in de diepte daarin gaan, gaan we de beller eerst de gelegenheid geven om zijn bijdrage te leveren. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Dag Serena, je spreekt met Sophia. Goedemorgen Sophia. Hi, goedemorgen. Serena, sommige dingen snap ik dus helemaal niet. Hè? Er zijn regels in dit land. We hebben gezien dat meneer Brunswijk is eerst gekozen als voorzitter van DNA. Vervolgens na 2 dagen zegt hij, ja maar eigenlijk wil ik het niet, ik wil wat anders. We zien meneer Akin Botto, neemt zijn ontslag. Vervolgens na 3 dagen, ja, nee, ja. Het werkt niet zo, toch? Mensen moeten eerst hun huiswerk maken. En dat is het probleem wat we hebben hier in dit land. Mensen maken hun huiswerk niet. Mensen doen spontaan iets, toch? En dan pas gaan ze de gevolgen ervan overzien. Het werkt niet zo. De volgende gaat zich dadelijk aandienen. Dat kan ik je op een briefje meegeven. Gaan we dan zo door blijven gaan in dit land? Het andere punt wat ik aan wil geven. Een beller van jou gaf aan dat mensen in DNA zitten om hun mensen te vertegenwoordigen. Het werkt ook niet zo. Als je je gebied wil vertegenwoordigen, dan moet je in de RR gaan zitten of in de DR. DNA is de Nationale Assemblée. Het moment dat je daar zit, moet je nationaal bezig zijn. Het kan niet zo zijn dat ieder groepje voor zijn eigen mensen gaat werken. Als de mensen in Apura, ja toch, als er niemand van hun in DNA zit, wordt er dan niks voor die mensen gedaan? Dus het gaat erom, als het moment dat je in DNA komt zitten, moet je nationaal bezig zijn. Ja toch? Iets anders nog even, Serena. Wat je ook aangaf, dat mensen hun geld in stichtingen stoppen, zodat je het geld niet meer kan achterhalen. De samenleving, Serena, die zit echt te wachten. Echt te wachten tot er gestolen gelden teruggehaald worden. Het lastige is om het terug te vinden. Dat doe je niet in 3 maanden, misschien ook niet eens in een jaar. Maar het steekt echt dat mensen in deze samenleving rondlopen die gewoon miljoenen gestolen hebben van deze samenleving.
en gewoon paraderen hier op straat. En dat is hetgene wat het volk steekt. Want het volk die moet constant in zijn portemonnee graaien en zoeken om de boodschappen te doen. Om de benzine te betalen. Om weet ik veel wat te doen. Om het internet te betalen. Om EBS te betalen. Het volk wordt leeggeplukt op dit moment. Terwijl men paradeert die gestolen hebben. En dat is heel lastig op dit moment. Dus ik wil toch aan deze regering vragen. Om toch wat voortvarender bezig te zijn met het terughalen van die gestolen gelden. Fijn weekend, Serena. Dank u voor u ook een fijn weekend. Ja, mevrouw Sofia heeft verschillende punten aangehaald. Eigenlijk in de eerste plaats dat van het politieke aspect van onze bestuurders. En daar heeft ze gelijk in. Wanneer er wordt gezegd van eerst wordt een keuze A gemaakt, dan vervolgens een keuze B. En je merkt dat heel veel te maken heeft met politieke strategieën die men aan het uitspelen is in zijn algemeenheid. Maar wanneer het erop aankomt wat wij moeten doen, in elk geval de volksvertegenwoordiger, en daar heeft Sofia Groot gelijk in, dat het volk vertegenwoordigd wordt. Het is niet een bepaalde achterban. Want wanneer dat gebeurt, wat je dan creëert, is een verdere broedplaats voor patronagepolitiek en partijpolitiek, waarbij dan een selecte groep wordt voorgetrokken en de rest achterwege wordt gehouden. En daar krijg je dan die hele atmosfeer die gecreëerd wordt voor corruptie. Want als ik behoor tot die bepaalde groep, dan heb ik dan toegang tot andere middelen waar de rest geen toegang toe heeft. Dan noem ik maar een simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld grond. Als je je lijn hebt, als je je connectie hebt, dan kom je eerder eraan. En als je dat niet hebt, dan ga je bijna dood. En je aanvraag is nog niet in behandeling genomen, om een voorbeeld te geven. Dus inderdaad, de parlementariërs die vertegenwoordigen het volk. En soms merk je, niet soms, zeker de afgelopen 10 jaren is heel vaak gebleken dat het belang van het volk gewoon niet voorop is gesteld. Dus deze regering gaat het bewijs moeten leveren dat het anders gaat geschieden. Ook kijken naar het terughalen van die gestolen gelden. Er zijn mogelijkheden om dat te doen. Ik had het eerder in de uitzending over NRA, National Risk Assessment. En een van de punten die duidelijk in de Financial Action Task Force genoemd is, waar de landen aan moeten werken, is dat er gekeken moet worden, en dan noemen zij dat politically exposed persons. Dat mensen die opereren binnen die politiek, dat daar bepaalde regelingen voor moeten zijn, omdat het politiek gevoelig is. En dat allemaal in de strijd tegen money laundering, terrorismefinanciering, en ik noem dan daarbij ook corruptie. Wat hebben we gehad in het kader van die corruptiebestrijding? Een van de belangrijkste dingen. Wil je corruptie bestrijden? En nu is het niet iets wat wij hier in Suriname opnieuw hoeven te gaan uitvinden. Wij gaan het niet gaan ontdekken. In verschillende landen is het bewezen dat er succesvolle progressie is gemaakt bij de strijd tegen corruptie. En een van de belangrijkste dingen is dat wanneer die zaken aan het licht komen, en hoe ze aan het licht komen is een stapje ervoor, maar in elk geval, wanneer ze aan het licht komen, is een belangrijke stap dat het afgestraft moet worden. Maar wat je ziet in Suriname heel vaak, is dat er dingen worden genoemd. Je hebt zelfs parlementariërs gehoord die hebben gezegd, ja, die heeft dit gestolen en die heeft dat gestolen. Maar vervolgens gebeurt er niks. Waarbij je merkt dat het niet in afdoende mate wordt afgestraft. En wanneer je gaat richting die afstraffing, dat je dan gaat merken dat er, wanneer duidelijk is, er worden consequenties verbonden aan dit onrechtmatig handelen, dan ga je merken dat het een bepaalde impact heeft. Maar als mensen zien van, hey, ik steel en er gebeurt niks, dan gaat het precies zo door blijven. Dus die mogelijkheden zijn daar. We hebben voor ons liggen het wetboek van strafrecht en strafvordering. We hebben ook het burgerlijk wetboek daar liggen. De zaken moeten worden nageleefd en worden gehandhaafd. Uiteraard
Moeilijk is het natuurlijk wanneer je hebt dat de gelden worden ondergebracht in verschillende entiteiten, waar ik eerder ook over sprak, waarbij die entiteiten eigenlijk worden misbruikt, waardoor je heel vaak op naam van die personen weinig kan vinden. Maar ook zijn die zaken traceerbaar. Want als die persoon woont, ik noem maar wat, in een villa van 5 miljoen, ik noem wat, ik bedoel, dat geld moet ergens vandaan komen. Kom niet uit de lucht vallen. En dat zijn zaken die traceerbaar kunnen zijn. Dus werk voor de regering om inderdaad dat geld terug te gaan halen en ook voor de PG. We moeten in dit kader meegeven wat we hebben gezien, dat er wel verschillende zaken zijn die opgepakt worden. Toch, we hebben gezien de kwestie van de centrale bank, we hebben gezien SPSB bank. Dus we merken wel dat vanuit het openbaar ministerie er stappen worden genomen, zeker in de goede richting. En daarvoor moeten wij ook de support geven. Maar het is belangrijk dat corruptie, wanneer het ontdekt wordt, dat het ook wordt afgestraft. Goedemorgen, u bent live in de uitzending. Goedemorgen. Het is mij alvast een eer om met u te spreken, omdat ik heel lang gewacht op het nummer. Goedemorgen. Omdat ik in de auto was, dus misschien snel een kleine tip, dat jullie af en toe het nummer doorspelen. Oké. Okay. Niet voor mijn televisie om dat waar te kunnen nemen. Ook wil ik zeggen dat ik heel graag naar uw aangename warme stem luister, waarbij u heel helder en duidelijk presenteert. En nu mijn punt. Ik wil het even hebben over een hoge kwestie. Hoe goed is de burger die werkt voor een instantie of een bedrijf die zijn personeel verplicht stelt COVID gevaccineerd te zijn? We begrijpen dat iedereen... Kunt u wat luider praten, want ik hoor u niet zo goed. Zo'n burger, wat zegt u? Ik hoor u niet zo goed. Zou u wat luider kunnen praten? Oké, moet ik ook eventueel de volume van mijn TV duidelijk helderder zetten? Ja. Oké, ik heb het erover. Ik vraag me af, hoe goed is een burger beschermd, met name door de arbeidswet, die werkt op een instantie of een bedrijf die zijn personeel verplicht stelt COVID gevaccineerd te zijn? En indien zo'n burger weigert zich te laten vaccineren, want ik meen dat hij het recht daartoe heeft, is hij blootgesteld aan de consequenties of de sancties die door hem of haar genomen zullen worden, of kan zo'n persoon zich begeven naar de arbeidswet? Dan denk ik direct aan ontslag dat zou kunnen volgen. Het is echt iets waar ik over nadenk, omdat mensen heel sceptisch zijn over het noemen van COVID-vaccin. Het tweede onderdeel betreft de zwervers, waarbij ik helemaal mee kan mengen met de vorige bellers. Maar ik zeg dit. Ik vind, en dat is mijn mening hoor, ik kan het fout hebben, dat de welvaart, ik zou zeggen, het geheel gebeuren rondom de zwervers, die wel zijn, dat de mensen niet tot last zijn en noem maar op, sowieso als verantwoordelijke taak als eerst op de agenda van de overheid moet staan. Er zijn heel veel instanties en vrijwilligers die hun bijdrage leveren. Maar we begrepen dat alles met financieel gepaard gaat en niet altijd hebben ze sponsoringen, waardoor ze ook niet adequaat dit probleem kunnen oplossen. Het is meer het voorzien van eten, drank, dat die mensen in leven worden gehouden. Maar dat de mensen geen last zijn voor anderen is een andere kwestie. En dan denk ik even verder dat dit soort mensen wel in aanmerking komen voor financiële bijstand vanwege hun situatie. Want financiële bijstand, ik denk dat het nu 300 zoveel is, waarvan ik bijna zeker kan stellen dat heel veel geen gebruik maken van deze gelden, omdat ze vaak onaanspreekbaar zijn, niet verredenvatbaar of misschien ook nooit geregistreerd staan, toch? Vanwege hun situatie. Dat betekent dat de overheid deze gelden sowieso niet uitbetaalt. Noem een instantie in het leven of degene die zich al hier aan uitleden en
Doe hun deze gelden, doen toekomen, zodat ze nog groter kunnen bezig zijn. Hè? Ze kunnen nog grotere doelen bereiken voor deze zwervers. Neem aan een huisvesting of whatever. Toch? Dat is mijn mening ten aanzien van de zwervers. En ik ben niet politiek ingesteld, maar ik heb wel een opmerking naar aanleiding van een van de bellers die de kwestie Akimbodo aangaf, Brunswick's naam is gevallen. En dan zeg ik, ja, dit gaan we hebben. We zullen zoveel meer nog van deze gevallen hebben, want als de leider eenmaal zich zo presenteert, en dan heb ik niet tegen de leider, maar mensen kijken naar wat doet mijn leider. Toch? En dan gaan mensen het ook proberen uit te halen. Als moeders en vaders, voor example, niet een goede weg op gaan, kan je dat ook niet van je kinderen verwachten. Dus het begint eerst bij de topman, om te voorkomen dat andere mensen die hem volgen, zich ook zo gaan presenteren en nog meer dan de leden zelf. Dank u wel, mevrouw Essert. Ik wens u een heel gezegend jaar en blijf u veilig. Dank u wel en u ook hetzelfde. Een heel fijn weekend toegewenst. Ja, nou, er zijn een paar punten die de beller heeft aangehaald. En het eerste betreft een eventuele COVID-vaccinatieplicht. De regering die heeft aangegeven dat ze het innemen van het vaccin niet verplicht zullen stellen. Maar de vraag is, hoe staat het met de andere sectoren? Deze vraag die de beller bezighoudt, is een vraag die eigenlijk de hele wereld ook bezighoudt. En er zijn op internationaal niveau verschillende discussies gevoerd waarbij er verschillende meningen of wel standpunten zijn ingenomen. Sommige deskundigen die vinden in verschillende landen, en dan denk ik aan Europa en zeker Amerika, bij ze zeggen de mensen die het vaccin niet willen innemen, die mensen moeten rechten worden ontnomen. Bijvoorbeeld dat die mensen naar bepaalde plaatsen niet mogen gaan. Dat die mensen in bepaalde functies niet zouden mogen werken. Tegelijkertijd zijn er anderen die zeggen absoluut en totaal niet. Want dan kom je aan het verbod op discriminatie. Tegelijkertijd heb je dan verschillende rechten die met elkaar gaan botsen. Aan de ene kant recht op arbeid, want dat staat in onze grondwet. Het is overigens ook een plicht van de staat om ervoor te zorgen dat die samenleving goede arbeid kan genieten. Tegelijkertijd heb je dan het algemeen belang dat speelt, waarbij ook ieder recht heeft op deugdelijke gezondheid. Toch? En de vraag is, wanneer die rechten met elkaar gaan botsen, dan heeft daarbij dan een van de grondbeginselen die verankerd is in de mensenrechten, in de grondrechten, is het vrijheid. Toch, je hebt de vrijheid om te beschikken over wat er in je lichaam komt. En dan zie je dat er verschillende rechten zijn die tegenover elkaar staan. En dan is het de vraag, welk recht gaat prevaleren? Tot zover is in Suriname die discussie nog niet helemaal op gang gekomen. En wij zullen dat gaan moeten volgen. We weten in elk geval dat het vaststaat dat er in onze grondwet, dat is artikel 8, verbiedt discriminatie. Want als je zegt van je mag een bepaalde handel niet plichten of je mag een bepaald werk niet uitoefenen omdat je niet gevaccineerd bent, word je eigenlijk gediscrimineerd. Maar hoe staat dat dan ten opzichte van het algemeen belang dat daar is van die totale gezondheid? Dus dat zijn verschillende rechten. De vraag is, welk recht gaat prevaleren? Dus welk recht gaat daarbij een voorkeur krijgen? En dat onderzoek gaan we nog verder moeten doen. Want het is niet zo 1, 2, 3 te stellen welk recht in welk geval gaat prevaleren. En wat het in dit geval ook een interessante discussie maakt, waarbij je niet een antwoord 1, 2, 3 kan geven, is het feit dat dit vaccin, in tegenstelling tot andere vaccinaties, de gevolgen daarvan nog niet volledig kenbaar zijn. Een aantal zaken zijn nog niet duidelijk, waar onder andere bijvoorbeeld, voor hoe lang is het vaccin? Dan moet je als je het vaccin inneemt, is het ben je voor de rest van je leven beschermd? Ben je voor de komende 2, 3 jaren beschermd? Er zijn nog
enkele vraagtekens daar open voor wat betreft de consequenties. Dus in tegenstelling tot de andere vaccins kan je van dit vaccin niet stellen van we weten zeker dat de consequenties zijn X, Y en Z. Dus die volledige samenleving is daardoor met het innemen van het vaccin zeker gegarandeerd waterdicht beschermd. Er zijn gewoon nog een paar vragen in tegenstelling tot de andere vaccins die er zijn. Dus werk voor de regering om in de eerste plaats de voorlichting op gang te gaan brengen. Om te gaan communiceren met het volk. Vooral wat belangrijk is, de consequenties van het innemen van het vaccin. En voor wat het andere aspect betreft, de verschillende rechten die gaan botsen. Indien en voor zover men zou vinden dat je ergens niet zou mogen werken als je niet gevaccineerd bent. Dat onderzoek gaat nader moeten worden gepleegd. Want het is niet een vraag die 1, 2, 3 kan worden beantwoord. Want verschillende grondrechten van ons gaan daarbij spelen. Nou, voor wat het overige betreft wil ik dan hiermee afsluiten inderdaad. De mevrouw zei, de mensen kijken naar de leiders. Ik zeg, alles staat en valt met leiderschap. Ziet doen, laat doen. Dus onze leiders zullen dat voorbeeld gaan moeten geven van wat het betekent om dienstbaar te zijn. Dienstbaar naar die samenleving. Dienstbaar dienstbaar aan het geheel volk. Zodat wij daar allemaal een voorbeeld uit kunnen putten. En dat wij dan onze normen en waarden kunnen gaan herstellen en kunnen gaan verhogen. Nou, rest mij u nu op dit moment heel hartelijk te bedanken. De tijd is wat mij betreft heel erg snel gegaan. Ik vond het een geweldig grote eer om vandaag met u te presenteren het programma Gisteren, Vandaag en Morgen. Welkom. Uw vragen concentreren zich meer op het onderwerp huwelijk, echtscheidingen, de gevolgen van de echtscheiding, hoe staat het met de boedelverdeling na de echtscheiding. Ik heb gemeend daarom, hoewel het onderwerp echtscheidingen reeds een paar keren aan de orde is geweest, heb ik gemeend u vandaag wederom informatie te geven over de echtscheidingen en de gevolgen van de echtscheiding. Laten wij beginnen met het huwelijksgoederenregime. Als u gaat huwen, dan kunt u dat op 2 wijzen doen, juridisch gezien. U kunt zeggen, ik ga trouwen op huwelijkse voorwaarden. Als u dat wil doen, dan stapt u naar een notaris voordat het huwelijk gedaan wordt, gaat u naar een notaris en u zegt aan de notaris: notaris, ik wil huwelijkse voorwaarden maken. De huwelijkse voorwaarden, dat houdt in dat de bezittingen die u hebt voor het huwelijk en die de man heeft, dan wel dus die de man en de vrouw elk op hun naam hebben, dat die goederen ook na het huwelijk van elk van de personen apart blijft. En u kunt ook een voorwaarde maken dat wat u tijdens uw huwelijk gaat aankopen, dat dat van de partijen blijft op wiens naam het gekocht is. Of u kunt ook aan de notaris zeggen, wat wij voor het huwelijk elk van ons hebben, dat blijft van elk van ons. Wat wij gaande het huwelijk opbouwen, daar willen wij een gemeenschap van hebben. U bepaalt de voorwaarden samen. De notaris stelt de voorwaarden op. En deze voorwaarden worden dan ingeschreven bij de griffie der kantongerechten. En u krijgt de afschrift daarvan.
Als u dat hebt gedaan, dan bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Hoe staat het dan ermee als u zou gaan scheiden eventueel? Omdat u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden, betekent dat dat bij de echtscheiding er in principe dus geen verdeling van vermogen plaatsvindt, omdat elk een zijn eigen vermogen heeft behouden. Let wel, bij het overlijden van een van de partners vervallen de huwelijkse voorwaarden. Wel is het zo dat dan krachtens het erfrecht er een bepaalde verdeling plaatsvindt. Zijn de man en de vrouw gehuwd op huwelijkse voorwaarden en een van de partners komt te overlijden, dan is de overblijvende partner tezamen met de eventuele kinderen gerechtigd in het vermogen van de andere partner. De verdeling geschiedt niet bij helften. De verdeling geschiedt naar gelang het aantal van de erfgenamen. Bijvoorbeeld, zouden er 2 kinderen uit het huwelijk geboren zijn, dan zal de overblijvende echtgenoot tezamen met de 2 andere kinderen elk dus 1/3 deel krijgen van het vermogen van de overleden partner. Bij de huwelijkse voorwaarden als je gehuwd bent en het huwelijk neemt te einde, dan is het gevolg voor de kinderen ook hetzelfde als zou u getrouwd zijn in algehele gemeenschap van goederen, omdat de voogdijschap totaal los staat van het huwelijksgoederenregime. Nu ik u de huwelijkse voorwaarden heb uitgelegd, wil ik u uitleggen hoe dat staat als u trouwt in gemeenschap van goederen. Als u dus in gemeenschap van goederen gehuwd bent, onze wetgeving heeft geregeld dat u automatisch in algehele gemeenschap van goederen gehuwd bent, dan hoeft u dus niet naar de notaris. Gemeenschap van goederen houdt in, vermogen van de man, vermogen van de vrouw, wordt dus een gezamenlijk gemeenschappelijk vermogen. Het geldt voor roerende zaken, het geldt voor onroerende zaken, het geldt voor gelden, aandelen, effecten. Het wordt allemaal één huwelijksgoederengemeenschap. Stel dat u onverhoopt dan zou gaan scheiden, dan is het gevolg hier, omdat u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, dat bij een echtscheiding deze huwelijksgoederengemeenschap ontbonden raakt. En dan moet er tot verdeling overgegaan worden, want u hebt alles samen in de pot gebracht en nu u uit elkaar gaat u bij helften alles moeten verdelen wat u bijeen hebt gebracht. Het levert complicaties soms op. Die complicaties die er zijn, soms zegt de ene partij ja, maar de andere had niks. Ik heb al het vermogen binnengebracht. Dan wel zegt de ander, ja, die had een perceel. Ik heb het huis gebouwd. Ik maak een heleboel discussies mee. Feit is en blijft dat als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, u zult moeten verdelen. Verdelen kan op verschillende wijzen. De ene partner kan de andere uitkopen. Als mensen er niet uitkomen, is er een oplossing dat er koper soms gezocht wordt en partijen krijgen de opbrengst in gelijke helften. Het is allemaal een kwestie van bespreken, kijken welke oplossingen er zijn. Partijen kiezen er soms voor om te zeggen wij willen ons vermogen op naam van de kinderen plaatsen. Dat is ook een oplossing. De andere zegt bijvoorbeeld ik plaats het op naam van de kinderen maar ik neem het vruchtgebruik. Dat is ook een oplossing. Feit is dat als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen en het komt tot de echtscheiding, dan zal er gesproken moeten worden over verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
Hoe staat het dan ermee als een van de partners komt te overlijden? En u bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Dan is er hier volgens het erfrecht een bepaalde verdeelsleutel. De overblijvende echtgenoot die krijgt de helft. Dat is zijn aandeel. Het is een onverdeeld aandeel. En dat andere helft van de overleden partner, daar heeft de langstlevende echtgenoot of de overblijvende echtgenoot recht op een kindsdeel. Als er bijvoorbeeld twee kinderen zijn, dan zal de partner die in leven is van de huwelijksboedel dus de helft krijgen en van de andere helft krijgt hij het 1/3 deel, want er zijn twee kinderen en de man en dan wordt dat gedeeld. Dat is dus de oplossing. Hoe staat het dan met de kinderen als het tot de echtscheiding is gekomen? Zoals ik u heb gezegd, de voogdijschap houdt geen verband met het huwelijksgoederegime. Of het nou gemeenschap van goederen bent gehuwd, of je nou op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, er gaat een voogdijzitting zijn. Een voogdijzitting waarbij de rechter zal bepalen welke van de ouder de voogd wordt over de minderjarige kinderen en welke ouder de toeziende voogd wordt. Het is een procedure, het is een aparte zitting. Het Bureau Familierechtelijke Zaken komt in gecompliceerde gevallen ook erbij om het advies uit te brengen aan de rechter als partijen kibbelen over de vraag wie de voogd moet worden, wie de toeziende voogd moet worden. Ik wil u op een andere keer uitleggen over de voogdij, over de toeziende voogdij. Wie kan met de voogdij belast worden, wie met de toeziende voogdij. U hebt dat van mij te goed in een andere keer. Voor dit moment groet ik u, ik zie u graag over 2 weken terug.